Ja, u zag eerder deze uitzending al de verwoestende kracht van vuur. Vanavond opnieuw een zaak met daders die gezocht worden voor een levensgevaarlijke brandstichting. U zult het met ons eens zijn. Deze man loopt 's nachts zeer doelgericht af op een voortuin van een huis in Arnhem en gaat daar druk aan de slag met een pakketje. Hij staat om 3:15 in de nacht aan de Vijverlaan in de wijk onder de Linden. En nu wordt duidelijk wat hij bij zich heeft. Vuurwerk. Dit zou je nog kunnen wegzetten als irritant kattenkwaad. Maar de zaak verandert als mogelijk dezelfde persoon nu samen met een handlanger een nacht later alweer terug is. Luister. Nu gaat de aandacht eerst uit naar de auto's die voor het huis geparkeerd staan, waar dus zo'n 24 uur eerder het vuurwerk werd aangestoken. 2 van die auto's zijn van de zoon van de bewoonster van dat huis. Hij slaapt die nacht toevallig bij haar. De mannen overleggen even. Het is ongeveer 4:45 in de ochtend. De meeste mensen slapen. Dat gaat veranderen. Want ze splitsen. En nu wordt niet in de tuin, maar pal bij de voordeur iets aangestoken. Een paar seconden later zijn de daders weg. Ze wachten niet af hoe op straat eerst te zien is hoe de vlammen oplaaien bij een van de auto's. Er volgt vrijwel direct daarna een ontploffing. Net als bij de voordeur. Omwonenden zijn even later op de knallen en het vuur afgekomen. U weet inmiddels hoe gevaarlijk dat kan zijn. Beide auto's zouden helemaal uitbranden. De situatie die deze man bij het huis veroorzaakte is mogelijk nog gevaarlijker. Het vuur sloeg vrijwel direct het huis in. De deurmat stond namelijk al in brand toen de bewoonster ging kijken. Er stonden ook allemaal brandbare dingen in de gang. Gelukkig raakte die bewoonster niet in paniek. Ze heeft meteen dat vuur geblust, maar het had natuurlijk anders kunnen aflopen. Nou, is het al een tijd geleden gebeurd, november vorig jaar. Eerst op de 29e toen dat vuurwerk in de tuin daar in Arnhem. En de nacht erna, dus 30 november, de brandstichting bij de auto's en de explosie bij de voordeur. De man die we rechts zien, die draagt een tweekleurige hoodie. Die lijkt een lichte huidskleur te hebben, zien we als hij zich omdraait. En de andere man horen we dus even praten. Hopelijk helpt dat bij zijn herkenning. Het lijkt wel of deze man die nacht de leiding had. Hij is ook degene die direct de moeder en zoon in levensgevaar bracht. Mogelijk was één van de twee er dus ook een nacht eerder. Maar het kan ook een derde betrokkenen zijn. Ja, er zijn het afgelopen jaar wel tips binnengekomen. Onderzoek loopt dus al lang, maar het lost de zaak nog niet op. Dus we hopen dat u de man herkent of misschien vermoedt waarom dit is gedaan. Of misschien heeft u er wel over horen praten. Geef het door. Dus ook als u weet waarom het juist bij dit huis daar aan die Vijverlaan in Arnhem gebeurde.